Goedendag. De herfst laat zich steeds vaker van zijn mooiste kant zien op dit moment. We krijgen mooie beelden binnen van gekleurde bomen. En op een dag als vandaag met van die blauwe luchten tekent dat dan mooi af, zoals hier ook goed zichtbaar is. Ja, en toch liet het weer vandaag niet echt helemaal aan de herfst denken. We hadden te maken met een zuidelijke stroming en toevoer van vrij warme lucht. In het zuiden van het land steeg het kwik zelfs naar 20 graden of nog iets meer. En op de weerkaart kunnen we dat ook goed terugzien. We zien namelijk een groot hoge drukgebied boven het oosten van Europa. Tegelijkertijd kwamen storingen al dichterbij. We zien ook een zwakke storing deze avond en nacht boven het noorden van bijvoorbeeld Frankrijk en boven de Britse eilanden liggen. Daar dus ook die wolkenvelden van die we vandaag zagen. En daardoor ook de stroming bij ons dus uit het zuiden en toevoer van betrekkelijk warme lucht. Maar die zwakke storing gaat de komende dagen zorgen voor tijdelijk wat meer bewolking. De regenhoeveelheden zullen wel meevallen. Maar we zien af en toe wat van die lichte signalen in onze omgeving. Maar de stroming blijft dus uit het zuidwesten. Daar dus ook de aanvoer van nog altijd wel warme lucht. De temperatuur komt niet of nauwelijks onder de 15 graden. En richting maandag zien we toch tijdelijk een storing ons land passeren met meer bewolking en ook meer regen. Maar goed, ik zei het al, de stroming blijft dus uit het westen tot zuidwesten. Of soms even het zuiden. En daar dus ook de aanvoer van nog altijd wel warme lucht. Later zien we in de nieuwe week een hoge drukgebied opbouwen. En dat hoge drukgebied verplaatst zich wat meer naar Centraal-Europa. Wordt het bij ons allemaal weer wat rustiger. Ook vaker ruimte voor de zon. Maar de stroming blijft dus uit die zuidwesthoek. En daar dus ook de aanvoer van betrekkelijk milde lucht voor de tijd van het jaar. Goed, we gaan nu even naar het weer voor morgen, donderdag. Dan zien we het ook. Veel bewolking, af en toe wat regen. Die regen trekt vooral tijdens de ochtend van zuid naar noord over het land. Ik denk dat de hoeveelheden echt wel beperkt zullen zijn. Maar goed, als je net even naar buiten gaat, kunnen er toch een paar druppels uit de lucht vallen. De middagperiode verloopt een stuk droger. Misschien dan ook even kort ruimte voor een waterig zonnetje. En daarbij temperaturen die stijgen naar 17, 18 of zelfs lokaal 20 graden. En daarbij maar weinig wind uit zuidelijke richting. En vrijdag volgt nog zo'n zachte dag. Temperaturen naar 17 tot 19 graden. Ik denk dat we de 20 graden net niet halen. Tijdens de ochtend ruimte voor de zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking geleidelijk aan toe. En dan zou er in de avond ook een paar buien over het land heen kunnen trekken. Opnieuw zullen de hoeveelheden wel weer beperkt blijven wat betreft de neerslag. En als we naar de langere termijn kijken wat betreft de temperatuur in het midden van het land, dan zien we dat het gemiddelde van de temperatuur zo rond de 16, 17 graden ligt lange tijd. Ook de nacht de lange tijd aan de warme kant. Pas midden volgende week, als dat hoge drukgebied in de buurt komt, zien we dat de nachten mogelijk weer wat kouder kunnen worden. Maar goed, nachtvorst zit er echt niet in. En als we nog kijken naar de pluim voor het zuidoosten van het land, de wat warmere hoek in ons land, dan zien we dat er zelfs begin volgende week nog zelfs kans is dat het een keer 20 graden wordt. Maar goed, dan moet die storing op maandag wel wat niet heel snel vlot overtrekken en dus wat meer treuzelen. En als we kijken naar de neerslagkansen, ja, dan spreekt dat toch ook wel voor zich. We zien die kans op wat regen morgenochtend goed terug. En ook die maandag komt toch wel wat duidelijker naar voren. Maar over het algemeen genomen is het gewoon best wel aan de droge kant de komende tijd. Echt invloed van hoge drukgebieden in combinatie met dus die zuidwestelijke wind. Ik wens u een fijne dag.